De Sunny Burger Company is een vegan burgerbar opgericht in 2021. Na een succesvolle testperiode als delivery-only formule hebben wij in 2022 een restaurant nabij het Leidseplein in Amsterdam geopend. Het bedieningsconcept rust op drie pilaren: sit-in, takeaway en delivery. Bij de Sunny Burger Company serveren we een meat-like experience. We veranderen daardoor jouw guilty pleasures in guilt-free pleasures. De uitstraling is zonnig en vrolijk. Kenmerken van de formule zijn laagdrempelig, toegankelijk, 100% plantaardig, verantwoord, dier- en milieuvriendelijk, een unieke smaakbeleving en een bedieningsconcept dat staat voor beleving met veel aandacht voor de gasten. Ten eerste zijn de stijgende kostprijzen een enorme uitdaging. Om dit onder controle te houden, kiezen wij ervoor om onze belangrijkste ingrediënten, denk aan de burgers en de burgerbroodjes, zelf te produceren. Door deze vervolgens ook white label aan te bieden aan collega-ondernemers, creëren we gezamenlijk volume en weten we zo de kostprijzen onder controle te houden en zelfs te verlagen. De tweede uitdaging zijn de loonkosten, die door wettelijke bepalingen en krapte op de arbeidsmarkt helaas blijven stijgen. Technologie en digitalisering zijn onmisbaar in onze onderneming. K-Series is dan ook het kloppende hart binnen onze operatie. Door koppelingen met onder andere een personeelsplanner en bijvoorbeeld keukenmanagement software houden wij real-time onze kosten in de gaten. Dit geeft ons de mogelijkheid om razendsnel bij te sturen waar nodig en zo gaan wij de strijd met inflatie aan. Door het gebruik van AI stellen we sneller vacatureteksten op die ook echt werken. Onze digitale onboarding verloopt middels een app en hierdoor hebben we de gemiddelde onboardingtijd weten terug te brengen naar 1,5 dag. Om onze medewerkers extra te stimuleren, gebruiken we ons loyaliteitssysteem niet alleen voor onze gasten, maar ook voor onze medewerkers. Door hen te belonen met punten voor getoonde inzet, kunnen zij sparen voor extra vrije dagen, goodies of financiële beloningen. Als we kijken naar de beleidsmonitor 2030 van Food Service Instituut Nederland, is gemak in 2030 het belangrijkste motief om eten te kopen. Dit kanaal zal dan ook het hardst groeien van alle foodservice kanalen. Binnen dit kanaal groeit fast service het hardst met maar liefst 54%, mede door de explosieve groei van maaltijdbezorging. Daarnaast is de verwachting dat gemak op locatie, bijvoorbeeld bij de Sunny Burger Company, groeit met maar liefst 25%. In 2030 behoort de helft van de bevolking tot de gemaksgeneratie. Dit zijn de millennials en Gen Z. Voor deze groep draait het leven om gemak en genieten. Eten is dan ook een belangrijk onderdeel van hun lifestyle en moet niet alleen de maag vullen, maar ook een genietcomponent hebben en duurzaam zijn. Lekker eten dat moeiteloos beschikbaar is, is de ultieme manier van ontspannen. Gemaksgeneraties zijn op zoek naar simpele, toegankelijke en herkenbare concepten met vriendelijke prijzen, zodat ze met regelmaat buiten de deur kunnen eten. Dit is volledig in lijn met het aanbod van de Sunny Burger Company. Het is dan ook onze doelstelling om over 5 jaar 60 locaties te hebben in binnen- en buitenland.